Ontwateringswerken en de rehabilitatie van wegen is weer prioriteit bij het ministerie van Openbare Werken dit jaar. Minister Riad Noor Mohammed zei gisteren aan journalisten dat de grote projecten van het ministerie zoetjes aan zullen worden opgeleverd. Elk moment zult u zien dat het project van Hogerhuisstraat in februari hebben we weer start zijn voor de werkzaamheden op de Nieuwe Haven. En binnenkort zal ook de brug, ik ga dat alvast aangekondigd worden, afgesloten. Saramaka doorsteek, want dan gaat de brug worden gemaakt. En daarna zullen we de weg beginnen. Dus die werkzaamheden starten al op, of zijn al lang opgestart. De werkzaamheden bij het Saramaka Kanaalproject, dat zijn de grote projecten, die zijn ook al opgestart. Ik ga jullie binnenkort uitnodigen. Je weet, verkeersveiligheid, dat is ook mijn stokpaardje. Ja. Heb ik aangekondigd. Je ziet heel veel beleidingen komen. Binnenkort nodig ik jullie uit voor start zijn vervanging van verkeerslichten. Dus jaren niet gebeurd. Wel, we gaan het ook oppakken. De bewindsman vertelt verder dat er elk jaar in fasen gewerkt zal worden aan de vervanging van de verkeerslichten. Hij stelt dat er ook behoorlijk wat verkeersmeubilair moet worden vervangen. De grote projecten lopen allemaal goed. In februari leveren we de eerste al op. Zoals de weg Tilakdariweg, Quattaweg, Nieuw-Nikeri voor een deel, die worden opgeleverd. Dus het ziet er goed uit. Ik kan jullie verklappen dat omdat het beleid bij het ministerie van OW goed wordt aangepakt met transparantie, goed bestuur, keuze voor duurzame ontwikkeling, we support hebben gehad en krijgen en zullen krijgen van, laat me zeggen, extra support van de Wereldbank, de IDB, Saudi Fund in de tijd. Men heeft al toezegging gedaan. Noor Mohammed sprak ook over de toezegging vanuit de Inter-Amerikaanse Ontwikkelingsbank om geld beschikbaar te stellen voor projecten voor de komende jaren. Hij stelt dat het verdere stabiliseren van het beleid meer vertrouwen zal brengen, waardoor meer middelen beschikbaar zullen zijn voor grote projecten in de toekomst.